Het Nationaal Hitteplan is van kracht. Maar hoe pak je dat nu aan? Hier op het strandje in Woerkum weten ze daar wel raad mee. Gewoon parasol, eten, drinken, goed en af en toe het water in. Ik was hier vanmorgen om 10:30, dus het kan niet beter. Hè? Je kan niet beter zitten dan hier. Lekker zo aan de rivier, onder de parasol. Heerlijk toch? Niet alleen op het strand, maar ook op straat weten mensen er raad mee. Heel veel drinken. Lekker binnen blijven en de boel gedicht houden. Ja. Ook de scholen in Altena passen de lesroosters aan en hebben een tropenrooster. Is bij ons eigenlijk op de meeste plekken best redelijk doenbaar. Maar nu het morgen gewoon echt heel erg heet wordt, hebben we besloten toch morgen maar een tropenrooster in te stellen. En dat houdt in dat we les 1 tot en met 6 wel geven, maar verkort. Zodat om 1 uur of 10:50 eigenlijk alles klaar is. We hebben een tropenrooster ingesteld voor het eerst in 124-jarig bestaan van de school. En dat houdt voor ons in een half uurtje eerder beginnen. Een wat kortere middaglunchpauze en om 2 uur uit. En dat tropenrooster is echt nodig, want ook in de klas loopt de temperatuur op tot bijna 29 graden. Een climate control systeem in een nieuw gebouw werkt per definitie volgens mij niet. Ons systeem werkt geweldig als je er geen kinderen in toelaat. Dus met andere woorden, het werkt dus niet bij ons. Het is gewoon bloedheet. Ja, daar hebben we last van. We merken dat we 's morgens het eerste stuk van de dag nog goed geconcentreerd aan het werk kunnen zijn. Maar daarna is de warmte gewoon belemmerend. Wij volgen eigenlijk gewoon de richtlijnen van het RIVM. Dus wij volgen het hitteplan. Dat wil zeggen dat wij vooral op de kinderopvang zorgen dat kinderen veel drinken. Qua inspanning dat ze minimaal houden. Als ze naar buiten gaan, goed insmeren. En hoedjes op. En veel in de schaduw. En voornamelijk binnen.